van Hal en die is van Asos of Aces of how you say it. Maar voor mij kennen jullie het allemaal wel. En sinds kort accepteerde ze PayPal en zodra ik dat wist ben ik echt gaan bestellen. Het maakte me niet uit of ik wat boeiend zit, dus dat ik moest gewoon bestellen. Omdat ik echt al zo lang gek ben op die site en nou ja, ik heb gewoon besteld. Dus dat wil ik jullie graag laten zien. Ten eerste heb ik een muts besteld. It's really baby. Ik wilde het in de camera kijken, maar daar achter staat een spiegel om te kijken of alles goed in beeld is. Dus ik ga automatisch in de spiegel kijken. Maar ik zal proberen om het niet te doen. Nou, deze muts. Ik ben echt op zoek naar echte baggy muts, weet je. Want je hebt altijd van die mutsjes en die moet je dan helemaal op je achterhoofd hangen. Wil je ze een beetje baggy laten lijken. Nou, ik dacht, ze hadden echt grote mutsen. En ja, het is meer een zak wat achter op je hoofd hangt. Hij is eigenlijk net iets te groot. Maar hij is wel stoer. Ik vind het echt zo'n... Als je dreads hebt, is het echt heel chill. Dan kan je echt heel je bos erin hangen. Jammer genoeg heb ik die niet meer. Dan had ik een pakketje van Beautylicious. Met een Candy Apple Shower Syrup. Het ziet er echt heel cool uit. Ik weet niet of je dat ziet. Beetje de gouden shimmery gloed zit erin. Heel apart. En het is super zoet. Nou, het zag echt super leuk uit. Lekker hip. En er zat nog deze puffpijn van een roosje. Echt heel cute. En een toffee almond whipped buddy fudge. Deze drie artikelen waren iets van 6 euro bij elkaar, dus ik kon het echt niet verlaten. Het lijkt allemaal zo lekker zoet en het is gewoon te leuk. Ziet het er al uit. Cute. Dan een Jelly Belly van de snoepjes. Jelly Beans. Heb ik een geurkaars gekocht in de geur Blueberry. Oh, hij is zo zoet. Ik hou gewoon echt van zoet. Dit soort dingen zijn echt zoiets voor mij. Ik hoop dat hij ook goed ruikt. En ook Jelly Belly Lip Gloss in Cotton Candy. Suikerspin. Very Cherry. En Blueberry. En deze ruikt echt zo ontiegelijk zoet. Het is echt... Je hoeft maar het dopje eruit van af te draaien. Iedereen in de omgeving zit. What the fuck. Echt heerlijk zoet. Te zoet. Dan van Felicity een vernieuwde crème brûlée douchegel. En ik wou heel lang iets van dit merk uitproberen. Dus toen had ik deze uitgekozen. Het ruikt echt heel zoet apart. Niet per se naar crème brûlée, maar wel lekker vanilleachtig zoet. Love it. En dan van Barry M Glitter Lashes. Dat is gewoon een glitterpen met ja, een stiftje eraan. Maar dan groene glitters. Mee kan zitten. Cute. En een ketting. Met eraan een dobbelsteen en een sleuteltje. Ik had vroeger echt in mijn alto skater tijd echt een obsessie voor dobbelsteentjes. En ze een beetje blijven hangen. Ik vond deze al stoer. Een beetje oldschool vintage. Cute. Dan van Anatomicals. Young Free and Tingle Head Shock Shampoo. Ik vind het zo'n grappig merk. Sowieso die verpakkingen en die teksten, dat maak je echt al vrolijk. Ik ruik niks. Ook omdat ik een beetje ziek ben. Het is zeg maar echt een mint shampoo. Dus hier ben ik wel benieuwd naar. Dan Carmex. Ik had zeg maar echt al altijd Carmex kersen die ik echt super fijn vond. Dus ik wou een keer de originele proberen en die is eigenlijk net zo fijn. Alleen
heb ik hem steeds in mijn jaszak zitten. En als het zo koud is buiten, dan kan ik heel hard blijven duwen. En dan komt er gewoon niks uit. Sowieso komt het er al moeilijk uit, omdat het best wel dik is. En als het dan zo koud is, dan moet je echt helemaal zo wachten en warm blijven tot er iets uitkomt. Wel een setje van Models Own. Ik had daar eigenlijk alleen nagellakjes van. Ik was wel benieuwd of de make-up ervan ook fijn was. Daar zit een... Hoe noem je dit? Liquid glitter eyeliner met soort zwarte glitters. Maar die hebben dan allemaal kleurtjes zoals groen, rood, blauw. Kijk, ik weet niet of je het ziet in het licht. Dus dat is wel vet. Dat je dan in het licht, dan zie je allemaal weer kleuren tevoorschijn komen. Met een kwastje. Dus het lijkt zwart, maar er komen dan weer allemaal kleuren tevoorschijn. En er zat ook een eyeshadowing brush in. Deze vind ik wel erg fijn. Ze zijn wat korter, maar toch wat dikker, breder en toch stevig. Ik heb ze ook van de Elf en NYX. Die vind ik echt een van de fijnste kwasten gewoon. Even kijken, dat is soort kwasten. Wow. Deze is dan nog wat kleiner en platter. En ik had ook net een nieuwe van NYX gekocht. Die is nog fijner. If I can find it zo snel. Ik ben bang van niet. Oh ja, deze, hij is wat kleiner. Hij is niet zo heel groot. Die kwasten van Elf zijn zo groot. Maar deze is fijner, ik weet niet waarom. Hij is voor mij wat langer en wat minder stevig. Dit is de Makeup Artist Brush. Ja, hij heeft een nummer, maar die staat er dus niet op. En een Black and Green Sparkle, soort pigment. Met donkergroen met groene glitters. Voordat alles eruit valt. Ik zal hem wel even swatchen als je dat wel ziet. Nou. Hij is wel erg donkergroen. En veel glitter. Zo. Nu zit ik hem onder. Dan iets waar ik echt super blij mee ben. Ik wil deze echt al zo graag. Al is het alleen maar voor de verpakking. De Urban Decay Lipstick. In Naked is het volgens mij. Hoe heet jij? Naked. Beetje nude roze. Ik heb zo rot licht. Dus die is echt een zo stoere verpakking. Kijk, met allemaal. Hoi. Dan doe je hem zo. En er zit hier zo'n zwaardje bovenop. Ik vind hem zo stoer. Ik vind hem echt mooi. En dat was alles wat ik had gekocht bij Isis. Bedankt voor het kijken.